Vaak is ze te vinden aan de zijkanten van het veld, altijd klaar om die beslissende voorzet te geven, zoals hier thuis tegen ADO Den Haag. Vandaag kwam er een mooie bekroning voor Jesslyn Kuipers toen ze haar contract verlengde. Een mooi moment voor PSV en Kuipers zelf. Zo'n contractverlenging geeft natuurlijk veel vertrouwen bij de rappe middenveldster. Ja, dat denk ik wel. Ik vind het super fijn dat ik nog een jaar bij zo'n mooie club mag voetballen. Dus ja, dat spreekt veel vertrouwen uit. Bij de mannen heb je dan altijd een Mr. PSV of een Mr. FC Eindhoven. Ja, jij bent dan wel een beetje de Mrs. PSV hè, met de 100 wedstrijden. Nou ja, zo wil ik het niet noemen, maar ik heb er in ieder geval al veel bij PSV op zitten. Dus daar ben ik ontzettend trots op. En ik hoop dat er nog veel meer wedstrijden bij komen. Vanaf het begin van er al erbij. Wat is er in die tijd allemaal veranderd? Ja, natuurlijk heel veel. Eerst waren PSV FC Eindhoven natuurlijk in combinatie met FC Eindhoven. Nou zijn we alleen PSV geworden sinds vorig jaar. Dus ja, er is natuurlijk best wel veel veranderd. Je voelt je nou echt meer PSV, dus meer bij de club sinds dat het PSV is geworden. Dus er zijn wel een hoop dingen veranderd. Alleen ja, voetbal is natuurlijk altijd gewoon hetzelfde gebleven. Inderdaad, als je kijkt naar die veranderingen. Ten opzichte van vorig jaar is ook veel veranderd. Het aantal speelsters weg, weer een paar nieuwe bij. Hoe heb je dat allemaal gevolgd? Ja, natuurlijk volg je het allemaal wel, ook wat er bij andere clubs gebeurt natuurlijk, want je blijft er gewoon allemaal op de hoogte. Maar je hebt er zelf natuurlijk allemaal geen invloed op wat er bij komt en wat er weggaat. Dus ik hoop gewoon dat we dit seizoen weer gewoon een supersterk team neer kunnen zetten. En dan hoop ik dat we gewoon weer om de prijs kunnen spelen. Je bent net terug van vakantie, morgen gaan jullie weer beginnen. Begint alweer te kriebelen? Ja, zeker. Ik wil alweer heel graag op het veld staan, ja. En gewoon weer lekker tegen een balletje aantrappen, dat is toch het liefste wat ik doe. Dus ja, het begint wel te kriebelen, ja. En dan ga je het natuurlijk ook over doelstellingen hebben. Wat is jouw doelstelling voor komend jaar? Nou ja, ik wil gewoon belangrijk zijn voor het team. Ik wil natuurlijk gewoon bij het Nederlands elftal bijblijven. En hopen dat ik gewoon een supergoed seizoen draai bij PSV. En dat ik zo ook richting het Nederlands elftal door kan stromen. En dan is dit vandaag een mooi begin? Ja, zeker. We zijn er vandaag natuurlijk al mooi aan begonnen. Dus hopelijk kunnen we het zo doorbouwen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En een international die al meer dan 100 wedstrijden heeft gespeeld voor PSV. Dat is niet zomaar wat. En we zijn blij dat je erbij blijft. En, ja, zeker. Nou, we hebben afgesproken dat we tussen nu en 2020 minimaal één prijs winnen. Ja, oké. Ja. Dus dat duurt even. Maar dan, tegen die tijd hoop ik ook nog dat je bij ons bent. Maar in ieder geval van harte gefeliciteerd en veel succes komend jaar. Ja, dankjewel.